Oké, mensen, goedemorgen. We zijn de laatste Berlijndag aangeland. En het is vandaag 24 december. Wat betekent dat het morgen kerst is. En wat betekent dat Jure en ik 4,5 jaar samen zijn. En dat we precies op een half jaar gaan trouwen. Intense shit. We hebben onze spullen ingepakt. En ik ga nu nog even mijn laptop inpakken. En dan kunnen we gaan. En we gaan al onze spullen even in een kluisje doen op het station. Zodat we niet met een koffer en zo de hele dag nog door Berlijn slepen. Om 4:10 gaat onze trein. Dus we hebben nog wel eventjes. Het is nu bijna 10:30. Dus nog even een gezellig dagje. Yay. Oké, we hebben onze tassen gedumpt in een kluisje op het station. En nu zijn we ergens. En dan gaan we naar een museum. Over de muur. Daar wilden we eerst gisteren naartoe, maar maandag was het gesloten. Dus wij, oké, gaan we morgen. Maar we zijn er nu bijna, maar ik ging net even de site bekijken. En het lijkt erop dat het 24 december ook gesloten is. En dat is vandaag. Dus we gaan er wel even naartoe om te kijken. Maar waarschijnlijk zijn we hier voor niks naartoe gegaan. Dat is wel een beetje jammer. Oké, dus het bezoekerscentrum, binnengedeelte, wat ook niet echt heel groot is, geloof ik. Dat is dus dicht, maar er is wel buiten van alles te zien. Dus we hadden er gisteren ook heen kunnen gaan. Ja. Maar goed. Ja, en dat binnengedeelte is echt helemaal niks. Dus het is gewoon prima. Ja, precies. Je weet niet hoe groot het is, publiek. Nou, het is een klein gebouwtje. Optimistisch, ja. We missen niks. Het is fantastisch. Het vorige museum, dat was ook een klein gebouwtje. Ja, dat is wel waar. Kijk, daar is het. Het is maar klein. Het kan nooit veel zijn. Nou, we zijn klaar bij het gedenkding. En het was heel mooi. Ik ben blij dat we zijn geweest. En nu zijn we weer bij Brandenburger Tor. Oh, dat zit ik hier niet goed op. Kijk daar. Ik ga het even mooi voor jullie filmen in daglicht. We zijn inmiddels een aantal uur verder. Wat de laatste keer dat ik met jullie praatte, waren we nog in Berlijn. Maar we zijn nog wat dingetjes langs gegaan. En toen zijn we op het station lekker iets gaan drinken. En daarna nog iets gegeten. En toen gingen we in de trein naar Duisburg. Dat was Duisburg. Dat was echt 4 uur of zo. Maar we zaten dus in de stiltecoupé. Maar wel gereserveerde plaatsen. Dat was fijn, hè, Jor? Mm-hmm. Dat was heel fijn. Ja. En nu zijn we dus op Duisburg. En dan gaan we hier... Nou ja, het was een stiltecoupé, maar er waren baby's en kinderen en mensen die het niet zoveel kon schelen. En dan gaan we straks vanaf hier een half uurtje in de trein naar Viersen. En dan vanaf Viersen naar Venlo en dan vanaf Venlo naar Nijmegen. We hebben nu 4 uur in de trein gezeten, dus we moeten nog iets van 2,5 uur of zo. Nou ja, eigenlijk moeten we nog 2 uur ongeveer. Venlo moeten we een half uur overstappen. Dan hebben we een overstap van een half uur, dat is nog 2,5 uur. Tot we op Nijmegen Centraal zijn. Oké, ik zei tegen Joren dat de overstap op Venlo 33 minuten is. Tot die 33 minuten gaat de trein naar Nijmegen dan maar 1 keer in het uur. En toen ging ik het opzoeken en dan ging het dus 1 keer in het half uur. Maar de overstap, er was dus wel nog een trein naar Nijmegen die je kon halen. Maar dan had je 3 minuten om over te stappen. Vanaf spoor 1A naar 1B. Nou, we hebben gerend en het gehaald. Dus we zijn nu een half uur eerder thuis. Dat is in Venlo verder dan het lijkt. Ja, het is ver.
1A naar 1B. Want het was inderdaad een heel lang perron. We waren een hele kleine trein die echt zo ver mogelijk weg stond. Het was echt... Ik denk dat we 50 seconden moesten rennen. Dus als je gewoon het chill loopt... En we zaten ook helemaal voor in de trein. Als je gewoon ergens in de trein toevallig bent gaan zitten... En je gaat rustig lopen, dan haal je het niet. Maar we hebben het gehaald, want we zijn heel goed. Dus nu gaan we misschien een spelletje spelen. Wil je een spelletje spelen? Wat spelletje wil je spelen? Wil je The Mind spelen of wil je Sushi Go spelen? Of Dave Verbende hebben we ook. We hebben allemaal niet veel ruimte. En voor The Mind heb je niet zoveel ruimte nodig. Voor Sushi Go weet ik even niet meer. The Mind doen? Oké, we gaan The Mind spelen. Over 13 minuten zijn we er. Nee, eerder. Over 9 minuten zijn we er. Maar we hebben zojuist The Mind uitgespeeld. 12 levels. We waren zo goed. We gingen het laatste level. Hadden we nog 2 levens en 1 werpster. Als dat je niks zegt, dan zegt dat je niks. Maar dat was best wel fijn om te hebben. Oeh, ja, het was heel spannend. Maar we zijn echt, op een gegeven moment, echt heel goed. Of, ik weet niet, of gewoon goed in het spel of goed met elkaar op elkaar ingespeeld. Maar, nou, dit is echt een spel waarin we een soort van kunnen samenwerken en waarin het werkt. Bij heel veel spellen denken Joren en ik heel anders en dan werkt het eigenlijk niet. Maar dit werkt gewoon geweldig. Het is echt zo'n leuk spel. Dit is een leven. Nee, ik zal jullie het doosje laten zien. Het is echt vet leuk. Allemaal kopen. En ze bijna thuis gaan dit knuffelen en dan is het klaar met de Berlijn Vlogs. Ik ben trots op ons, Joren. Ik ben heel trots op ons. Yes. Tot nu toe valt het met de echte angsten nog. Hey, Binky! 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 Oh, waarom loop je mij nou voorbij? Hey! Ik dacht het wel even grappig. Hey, Jochie! Jor? Ja? Wil je even 1 minuut met mij praten over hoe Berlijn was? Oké. Nou, we zijn al een tijdje terug uit Berlijn. Eventjes. Een maand en een paar... Ik denk 1,5 maand. Wat vonden we van Berlijn? Nou, wat ik ook tegen mensen thuis heb gezegd. Rommelig. Oh, ik dacht dat je ging zeggen, ja, wel lachen. Ja. Dat heb je ook gezegd. Ook wel lachen. Ja. Nee, maar ik vond Berlijn een heel rommelige stad. Ik weet niet precies waarom, maar alles was rommelig. Alles was schots en scheef, ook de tegels en zo. Ja. Maar op veel plekken vond ik het wel leuk aandoen, zeg maar. Ja, niet helemaal gezellig, maar gewoon wel... Zeker die winkelstraat die vlak bij ons was. En verder vond ik de Brandenburger Tor echt heel erg mooi. Die vond ik echt heel mooi. En dat was ook meer een beetje zoals ik dat had verwacht, toch, soort van eigenlijk. Dat is het beeld dat je kent van Berlijn natuurlijk. Ja, plus dat is toch het voordeel dat het van Duitsers toch, dat het allemaal zo netjes is. Ja. En alles het was blijft heel in hoofdstad, oud. Hè? Het was echt oud, jongen. Nee, maar ik bedoel, ja, dat is waar. Alles ging met papieren kaartjes. Ja, dat is wel waar. Die je stuk voor stuk moest kopen. Gewoon, zeg maar. Maar ja, lekker eten. Ja, we hebben echt lekker gegeten. Mooie dierentuin. En het was heel gezellig. Het was heel gezellig. Het was een goed verjaardagscadeautje van toen je 27 werd. Nee, ja, het was heel erg leuk. Zou je nog terug willen naar Berlijn? Nou, ik zou niet per se niet terug willen. Maar ik zou dan eerder iets anders weer willen gaan. Ja, en we hebben daar echt heel lekker gegeten. Daarvoor zou ik teruggaan. Heel veel plekken kon je niet binnen, gewoon niet. Ja, moest je allemaal contant doen inderdaad. Ja. We hebben nooit contant gehad. Nou, ik hoop dat jullie de vlogs leuk vonden en gezellig. En die Vietnamese, die was dus echt heel lekker. Ja, maar dat was niet eens de beste. We zouden eigenlijk naar die andere gaan en die was dicht. Opeens dicht. Nou ja. Terwijl we gewoon hadden geboekt van tevoren, hè. Zeg maar. We hadden gewoon gereserveerd op een website. Prima, voorzien we u dan. Komen we daar aan, dan hangt er gewoon een handgeschreven briefje op de deur. Ja, we zijn er niet. Doei. Wat een van de feest, wat was het? Kerst. Was het kerst? Nou ja, ze waren terug op 26 december. Dus ik denk dat het gewoon kerst was. Was vanwege de kerst gewoon een van de feest. Ja, ik weet niet precies. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video. En dat wordt toch wel heel waarschijnlijk een bruiloftsvideo. En die komt... Dat houdt nog even spannend, want ik weet het zelf nog niet. Doei, bedankt voor het kijken. Sorry.
Jee, dan kan ik ze eindelijk afmaken.